Oh, het spijt me, Gerrit. 3, 2, 1. Yo kijkers, mijn naam is Sant en welkom bij een nieuwe video van Teardown. Vandaag zijn we weer terug, maar vandaag is het een beetje een speciale aflevering. Want ik ga voor het eerst Teardown spelen op mijn gloednieuwe PC. We gaan even kijken of ik hem kan slopen. Dat is letterlijk wat we gaan doen. Smash even op die like als je ervan houdt om dingen te slopen. Ik hoop het niet in het echt, though. Ik hoop dat je het gewoon maar laat bij games. Het eerste wat we hebben is, ik heb broke this PC too. Ik snap nog steeds de context van deze gehele map niet. We hebben een bunny op mod, die enablen we. We hebben Collapser, Death Ray, Computer Wrecker. Die wil ik echt eventjes gaan spelen. Want dit is zeg maar een map gemaakt om je computer te testen. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Voor de rest hebben we nog een hoop maps. Nog een hoop leuke dingen. Als eerste wil ik eventjes Broke This PC. Want die hebben we vorige keer ook als eerste gedaan. Dus die wil ik nu ook even checken. This guy be flexing. Wat is dit? Een 2060. Oh, wat heb ik hier? Een speedometer. Wie gebruikt al een speedometer als je loopt? Hé, maar deze ziet er al een stuk beter uit dan je vorige PC. Hoppa, die radiator. Heel mooi weggewerkt. Alleen geen fans. Dan heeft die hele radiator. Oh, nevermind. Die zijn daar. Oeh. Dat is clean. Oh, kijk. Die heeft hier een hard drive. Hier een mooie witte PSU. De laser cutter. Deze gaan we eventjes gebruiken. Om eventjes een kijkje te nemen in de PSU. Oké, een laggend kijkje. Een zeer laggend kijkje. Oké, dit was een heel slecht idee. Dit was een heel slecht idee. Hoppa, check dit. Wat? Oké, dit is heel ziek. Hij heeft letterlijk echt de PSU nagemaakt met capacitors en al. Oh, dat is wel heel erg sick. Oh, we hebben ook een beetje de moederbord opengemaakt. Whoopsies. Oké, kunnen we op een of andere manier deze graphics card uithalen? Oh ja, we schroeven hem even weg, hier. Ja. Ja, hier. We hebben de kabel eruit gezogen. Oké, dit is een hele fragiele kabel. Rip. Rip je mooie witte kabelmot. Oké, wat gaan we hiermee doen? Ik weet echt niet wat ik wil doen. Oh ja, we hebben de Revengeance Katana. Oh, we hebben zoveel dingen. Oh, dit is de Computer Wrecker. Wow! Oké. Holy moly! Was dit dan de Computer Wrecker? Want ik had gewoon echt letterlijk perfect stable FPS. Doei. Dit is Broke My Russian Keyboard. Is dit een Russische keyboard? Ja, dit is een Russisch keyboard. Yo, wat gaan we typen? We gaan bled. En dan een kleine B. En dan hebben we bled. Ik ben... Oh ja, hier. Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ja, maar hoe gaan we dit slopen? Wow! 3, 2, 1. Oh my! Here we go! Alle RGB gaat in één keer uit. Oh, dat was zo satisfying. Dat was zo satisfying. Oh, kijk. Hij heeft gewoon echt die red switches nagemaakt. Oké, dat vind ik heel sick. Kunnen we nu ook zo? Bam. Dit wordt heel satisfying. Wow. Oké, dat was sick. Dit is toch satisfying. Die keycaps die nu zo stuk zijn. We gaan eventjes naar Giant Buzz Lightyear. Oh my god. Dit is toch geweldig. Het is mega Buzz Lightyear. Ik ga zijn hand eraf choppen. Shee! Oh, dit komt echt als een blok neer. Buzz Lightyear is heel groot. En hij is nu ook een beetje gehandicapt. Oeps. Ik vind ook dat het er zo bruh uitvalt. Zo bruh moment, snap je? Maar nu moet ik ook all out gaan. Dit is zo'n amazing wapen, die Computer Wrecker. Je kan gewoon letterlijk alles in één klap stuk maken. Oh ja, kijk, zo. Zo. Oké, 3, 2, 1. Here we go. Wat? Hoe die zo achterover valt. Dat is echt geweldig. Kunnen we nu One Punch Man? Oh, nou doe je Buzz Lightyear. GTA 5 map. Heb ik dit ooit gedaan? Ik heb large gekozen. En er staat 140 plus seconds load time. Waarschijnlijk resulteert dit in een game. Holy moly. Dit is letterlijk de GTA map. Dit is letterlijk hier de Doomsday Bunker. Dit is echt best wel tof. Even eerlijk. Crap, er is brand in de GTA City.
In Lego City. Het lijkt nu letterlijk op Lego City. We moeten het blussen. Oh, dat gaat helemaal niet. Oh, jemig. Woehoe! Let's go! Oké, wat heb ik gedaan? Oh, dit zou er gebeuren als er een meteoriet in een stad zou landen. Of een nucleaire bom. Helikopter takedown. Wow. Waar kan ik dingen opblazen dan? Hallo? Oh, alive. Wat kan ik dan doen? Oeps. Here we go! Oké, waar zijn de helikopters dan? Oh, daar. Wat was dat? Ik ben meer gesloopt dan een helikopter. Oké, we kunnen proberen. Go! Go! Oh. Stel je voor, dit is wat er in het echt zou gebeuren. Ik lijk net een soort worm. Kijk dit. Ik ga door de onderkant van de map. Oké, dat was goud. Dat was het worth. An elevator that goes down forever with a gore ragdoll companion. Waarschijnlijk zal deze ook weer niet werken. Oh nee. Wil ik met jou in deze lift? Ik vind het niet heel fijn. Oh, het spijt me. Oh, het spijt me, Gerrit. 3, 2, 1. Dat is zo satisfying. Dat was letterlijk beyond satisfying. Huh. Deze zijn echt identical. Kan ik ze ook slaan? Dit is best wel gory. Hier gaan jullie dreams. Hier gaan jullie childhood van Minecraft. Oh my. You're in for a treat, meneer villager. You are in for an absolute treat. Ik denk dat hij in as is veranderd, zo te zien. Hier, ik kan letterlijk iemand skull gebruiken om in een huis te breken. Hier, bam! Ik heb een hard hoofd in, meneer de villager. Ik heb er een hard hoofd in. Ik vind mezelf zo erg dat ik dit doe. Ik gebruik iemands hoofd om een muur in te slaan. Wat is dit trouwens? Oh, dit is een nerfwapen. Oh, dit is echt legendarisch. We kunnen nu headshots schieten bij villagers. Oh, en ik switch meteen weer naar Gory Clonnie. Hoppa, easy, easy headshot. Check dit, hier, we gaan eventjes de tempel looten. Oh. Ik denk dat de TNT wel is afgegaan. Ik denk het wel. Oh, kijk, we hebben een villager hoofd. Nou, we kunnen even testen of er nog TNT is. Oh, trouwens, kijkers, dit is zo immersive. Stel je voor Minecraft was zo. Hier, dit ziet er toch ziek uit. Kijk dit, stel je kon zo Minecraft blokken minen. Dat zou echt sick zijn. Oké, zullen we dan eventjes... Deze video bestaat gewoon letterlijk uit lag. Dit wordt amazing. Woehoe! Let's go! Oh, en we kunnen ook nog gewoon door. 3, 2, 1. Degene die deze mod heeft gemaakt. Legendary. Heel deze miniatuurstad. Gewoon in één keer naar de knoppen. In één keer. Amazing dit. Amazing. Wij gaan de Titanic doen. Wacht, kunnen we in het water? Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Yes, yes. Let's go! Dit voelt heel verkeerd om te doen. Om de Titanic zo op te blazen, maar... Dat was een show. Dat noem je nog eens een show. You're part of a firefighter team and your mission is simple. Rescue as many as you can. Ik hoop from the bottom of my heart dat deze werkt. Oh, check dit. Oh, de barbecue staat in de fik. Let's go, snel. Go, go, go. We moeten naar het huis. Ik ga er wel bunny hoppend heen.
Ze zijn allemaal aan het rijden. Oh ja, ik zie de brand. Ik zie de brand. Oké, snel, pak je waterhose. Go, go, go. Brandweer is aangekomen. Ook de wandelende brandweer. Huis lijkt onder controle. Lijkt onder controle. Oh, achtertuin is totaal niet onder controle. Woonkamer in de fik. Oké, hier, hier, hier. Let's go. Let's go. Oké, go, deur open. Oh, pas op voor het vuur. Oh ja, ja, hier. Follow me. Follow me. Kom op, meneer. Ho, ho, ho. Kom, kom, kom. Volg mij, volg mij. Kom, kom, kom. Je bent aan het flatlinen. Oké, we moeten oppassen. We moeten echt heel erg oppassen. Oké, deze volgen mij. Let's go, bovenste verdieping even checken. Go, deurtje open. Oh my god, ik val met de deur in huis. Dit ziet er niet goed uit. Deze zijn dood. Oké, ja, die zijn toch dood. Oké, snel deze mensen redden voordat het spreidt. Jij. Oh, je bent Halo aan het spelen. Iedereen zal dit herinneren als gewoon een barbecue brand. Maar in de realiteit is er iets totaal anders gebeurd. Dit is sick, mensen! Ik ben dood. Ik heb nog een hoop andere dingen, maar die ga ik voor een andere video gebruiken. Voor nu, kijkers, smash even op die like als jullie deze video van Teardown super awesome vonden. En zie ik jullie bij de volgende video. Later!